Wapen laten vallen. Wapens laten vallen. Dames, normaal doen. Naar buiten, iedereen naar buiten. Schoten gelost op straat. Assistentie DSI gevraagd. Laten vallen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Elders Pulver Amor. Vandaag met deze Audi RS6 op pad. Met het AT/DSI, waarom stap je niet, hij stapt uit. En een super gaaf ding wat we hebben. Jullie hebben natuurlijk wel een titel gezien en in de beschrijving, waarom zeg ik altijd, waarom doe ik altijd alsof het een verrassing is. Maar goed, maakt niks uit. We hebben de Glock. Glock 17. Niks bijzonders, hij heeft de SMG. Ik heb die niet vandaag. Ik heb wel nog wat spullen als een taser en sticky bombs en teargas en zo. Of PZ gas, iets anders. Op het moment dat iemand niet echt meewerkt. Maar, pliep, kijk eens wat ik op mijn rug heb. Een kogelwerend schild. En dan als ik dat met die pak. Kijk eens hoe badass. Dus stel, je wilt die vrouw aanhouden. Dan kun je dat gewoon zo doen. Op eraf lopen. En als zij op mij zou schieten, dan zou dat allemaal hier tegenaan komen. En dan gaan wij niet gewond raken. Dus als we nu zo gaan staan. Nou, dat. Even, oh, even een F1'tje erbij. Zo. Dus die doen we. Deze doen we weg. Die blijven op terug. Ik doe hem wel op O. Dan valt hij eraf. En dan pakken we op het moment dat we een melding hebben. Zoals deze. Pakken we. Een moordenaar die rond zou lopen. Die wordt gezocht. Dan pakken we het schild weer. Dus we gaan hem heel veel laten vallen. Maar ik wil er niet mee in de auto gaan zitten. Want dat is redelijk crashgevoelig. We hebben dus iemand die een poging tot moord heeft gedaan. En die moeten we gaan aanhouden. Ik doe bewust geen blauw aan. Omdat ik... we doen blauw aan. Maar nu doen we dan meteen maar af. Oh, snel. Want anders... Hij heeft me in principe al kunnen zien. Hij is ook nog in een parkeergarage, denk ik. Ik weet nog heel goed dat ik hier mijn AT-video een keer ben begonnen met het schild hier binnen. En dat ging toen helemaal niet goed. Oké, ik kom waarschijnlijk al op me af. Ding, schild. Stoppen, wapen laten vallen. Zo, die was goed raak. Wapen laten vallen. Wapens laten vallen. Dames, normaal doen. Kijk eens, ik word gewoon niet geraakt. Oh, laden, dan kun je wel graag worden. Superveld schild. Wapelen. Zit mijn collega ook wat te schieten? Nee, die blijft hier gewoon lekker staan ervan. Stoppen nu. Oh, laden. Boom, boom, boom. Oh, ik word geraakt. Oh, die is er doorheen geloof ik. Nee, die is er nog niet doorheen. Dat kan niet. En jij doet niks. Oké. Wapens bergen. Ah nee, wacht. Geen wapens bergen. We kunnen alleen niet helemaal omlaag kijken. Kijk, op het moment dat ik nu omlaag kijk, dan gaat de kogel wel omlaag. Maar dat ding blijft naar voren. Dus op het moment dat ik nu naar voren wil schieten, ik denk als ik nu naar voren schiet, als ik nu zou schieten bedoel ik, dan gaat hij ongeveer daar de grond in. Dus zie je, hij zit lager dan je wapen. Dus als ik zo hoog wil schieten, hoog, dan moet ik ook echt omhoog kijken. We gaan even de parkeergarage kleren. Kleer, wapen bergen. Souvenirtje voor iemand die hier langs loopt. Oké. Die doen we weapons. Kom een lijkschouwer hier naartoe.
Ja, die dacht ik rijd door. Nee, die hadden er zin in, die bleven schieten. Maar ja, dat schild is mijn redding geweest. Ik denk wel dat ik in mijn arm ben geraakt. Ja, zie je? Echt in de arm waarmee je zeg maar dat wapen vasthoudt, daar was ik wel ingeraakt. Op zich ook wel een beetje logisch, want dat is de enige, en samen met de benen, die wel echt gewoon onder de, of buiten het schild omkomt. Goed. Wij wachten op de volgende melding. Ik kan niet, ja, het zullen niet de standaard AT-meldingen gaan worden die ik normaal heb met dat in het metrostation en zo. Maar nu is het, omdat ik die uit heb staan. Ja, en de verkeerscontroles van die gekkies daar doe ik ook niet. Bliep, bliep, bliep. Ja, zeker weten. Een overval op een supermarkt. Wat gaan we doen? Wij gaan het schild pakken en we gaan binnenstormen. Deze Audi RS6 kan helemaal niet snel. Of gaat helemaal niet snel. En kan niet hard gaan. Dus maar het maakt niks uit. Want AT heeft in het echt ook geen RS6. Oké, daar staat iemand. Schild erbij. Al laten vallen. Laten vallen. Nou, die mevrouw gaat naar binnen zo van, hé, ik wil boodschappen doen. Naar buiten, iedereen naar buiten. Wapen veilig gesteld, mevrouw weg hier. Politie. Nee, nee, clear. Oké, okay, wapens bergen, vuurlijnen anders. Zo, dat ging soepeltjes. Veel geld. U had veel geld bij. Heel veel zakken gevuld. Niemand gewond. Goed. Sluit de winkel, ga naar huis. Er zijn geen eenheden meer. Ja, ondanks dat wij er niet voor zijn, zal ik hier even snel fictief iemand bellen tot de schade. Nee, dat mag je zelf doen. Fuck it. Ligt hij er nog? Ja, dan vraag maar weer een begrafenisondernemer. Ik weet echt, lijkschouwen begrafenisondernemer. Ik weet het verschil nooit echt. En ook hier droppen we ons schild weer voor degene die hem willen hebben. Kun je pakken. Is geloof ik de Shield mod of de Riot Shield. Ik heb Riot Shield ingetoetst. Riot Shield GTA 5 en dan vind je hem wel. Als je hem ook wilt hebben. Op Google heb ik dat gewoon gedaan. We gaan meteen weer door naar een schoten gelost op straat. Assistentie DSI gevraagd. Dat is verhoord. Ze zwaar bewapend zijn. Ja. Ah ja, ik zie hem al staan. Oké, okay, pakt meteen een wapen. Verkeerde wapen. Even nog op afrennen. Zit heel lom uit. Politie, wapen laten vallen. Arrestatieteam. Als je dat zo Daisy. Ik roep gewoon politie. Politie, wapen laten vallen. Elke verdachte weging wordt er geschoten. Waarschijnlijk ook door jou, maar wij schieten terug en wij schieten sowieso raak. En wij hebben schild. En een collega die ook nog kan schieten, dus 2 tegen 1. Gewoon geen rare dingen doen, dit is echt de slechtste onderhandeling ooit. Omdraaien, wapen op de grond leggen. En meewerken. Je gaat liggen. Wordt nog steeds geschoten op het moment dat je een rare beweging maakt. Is dat begrepen? Voor de rest zwijg je. Dat is eenmaal aanhouding. Alles onder controle. Oh, zo. Die ook weer gedropt. Oh, ik laat hem blazen. Omdat ik de shift ingedrukt hield. Omdat ik was aan het rennen en toen de O ook nog indrukte. Omdat ik het schild wil laten vallen. En dan krijg je
de combinatie shift O, oftewel de blaas apparaat ding. We brengen hem meteen even over. Dat doen we in ons geheime steegje hier zo bij het politiebureau. Niet echt geheim, want iedereen kent het wel. Als je hier ooit een surveillance hebt gedraaid, dan weet je dat je hier ook verdachtes kunt droppen. Maar dit ziet er wel een beetje AT-ig uit, als dat een woord is. Zo. En dan komt de handheving en die pikt hem op. Dan kunnen wij even door. Ik vind het schild wel vet. Alleen hij was toen, ik weet het nog zo goed. Ik stond hier dan in die parkeergarage. Daar waar we de eerste melding hadden en waar we net ook die man eigenlijk arresteerden. Ik stond daar en ik kon hem maar niet werkend krijgen. Of ik kon hem wel werkend krijgen. Maar dan drukte ik op de O. En dan had ik een schild en dan drukte ik weer op de O en dan ging die niet weg. Maar dan pakte ik hem, dan pakte ik een tweede schild. Dus wat je dan kreeg is dat je dan een schild pakte. Dus dan had je, en dan pakte je wapen. En dan had je drie schilden of zo. En dan pakte je één schild voor je uit met dat wapen. En dan had je ook nog een schild op je rug hangen. En dan zag je eigenlijk ook nog tot daar tussenin ook nog een derde schild zat. Maar nu als je de O indrukt, dan krijg je je schild. En als je de O weer indrukt, dan valt hij ook daadwerkelijk op de grond. Dus dat is echt vet. Dus ik hou van deze mod. En even afkloppen. Maar hij lijkt redelijk stabiel. Dus dat is altijd mooi. Maar ik ga hem er wel uitgooien na deze opname. Want anders als ik elke keer Force Duty of ook maar de O intyp. Bijvoorbeeld bij een blaasanalyse. Voor een blaastest. Ja, dan krijg ik een beetje een schild op mijn rug. Dat is ook niet de bedoeling. En ik weet niet hoe je de police verandert krijgt in politie. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Ja, daar gaan we weer. Ja, uiteraard. Dus, hey. We zijn opgeroepen. Bliep. Voor een persoon die gearresteerd moet worden. Ook weer hoog risico bij arrestatie. Mogelijk dat hij gaat schieten. Of een wapen heeft of zich verzet. Maar daarom zijn wij er. Hij weet nu niet dat wij op dit moment hier rijden. Ik ben even heel dicht bij mijn beeldscherm aan het zitten, zodat ik kan zien wie het is. Dit is niet te doen. Maar wat ik denk, als ik daar nu naartoe rij, dan geeft hij me een... Dan geeft hij me een gebied waar ik in moet zoeken. The suspect should be in the area, but... Ja, maar wie is het? Ik heb de foto niet gezien. Ik heb de verdachte. Oké. Oh. Wapens laten vallen. Wie schoot er op mij? Wapens laten vallen. Iedereen weg hier. Ja, mensen gaan hier weg. Ellada. Weg hier en jij bent de verdachte die we moeten hebben. Mes laten vallen, wat heb je in je handen? Ja, mes toch? Ja. Laten vallen. Nee, hoort u mij? Hallo? Maar laten vallen. Ja, dat dacht ik. Of ga met je vriendjes mee. En dat zal niet naar de hemel zijn. Op je knieën. Op je knieën. Knieën, hallo. Ik ga hem aan het helpen. En zet deze. Wat een kast, hij bleef gewoon bijna staan. En liggen. Hij luistert niet echt. Liggen. Hallo, ik praat tegen je. Liggen. Zo, die wordt binnenkort wakker. Twee eenheidje erbij. Die hem... wacht, dat is een ambu die ik nu oproep natuurlijk. Of niet? Oh nee. Ja.
die wordt wel wakker, collega. Jij hebt niks gezien. Niemand heeft iets. Jij hebt niks gezien. Jullie hebben niks gezien, toch? Ik weet ook dat hij daar dood gaat, hoor. Maar laten we het erop houden tot hij even niet meewerkte. En dan, ja, dan heeft hij het gevoeld. Dus we gaan door. En moesten we nog... Nou ja, als we toch bezig zijn. Een bankovervaller. Of overvallers. Meestal zijn ze wel met meerdere. Zou hier rondlopen? Wij gaan ze arresteren. Oh, die lopen hier, oh, die lopen hier, oh, die lopen hier, oh, die lopen hier. Zagen jullie dat ook? Ja, hij hier, hè? Oké, maar hij heeft mij niet gezien. Dat is een zwaar wapen. Ja, ja, ik hoor het, ik hoor het. Jullie gaan schieten. Nergens voor nodig, nergens voor nodig. Bliep. Hoppakee. Zo. Oh, ze heeft verdachte aangetroffen. Wij gaan benaderen. Een metschild. Niet schieten. Kom mee te... Kan geen kant op, wapen laten vallen en staan blijven. Ja, ik ga niet schieten, want er staat voor een tankstation. En ja, het zal alleen een film zijn en een spellen tot het ontploft als je erop schiet. Stoppen! Maar... Wapen laten vallen, ja, nou ja. Ik vind altijd, ook dat heb ik in films gezien, tot als je het laat vallen, tot die nog wel eens af kan gaan. Dus ik weet niet of het echt ook zo is, hoor. Maar daarom zeg ik altijd, zeg ik meestal laten vallen en dan besef ik, nee, niet laten vallen. Maar ik weet dus niet of het zo is. Ik heb een ons mee. Hij gaat je mond houden. Zo. Zitten. Even denken. Ja. Dus ja. In het hele begin iedereen meteen te schieten. Stap eens in. Ik heb vandaag, ja, ik heb wel wat aanhoudingjes kunnen doen natuurlijk, maar de meeste schieten. En dat mag ook. Ik hou niemand tegen. Maar ja, de meeste schieten. Zo, nailed it met parkeren. En ik ga hem overgeven aan een, overdragen aan een collega moet ik zeggen. En ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken van... Kom jij nou vandaan? Je zat net nog achterin bij mij. Hij denkt van, ik ga zelf wel lopen anders, joh. Ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Vonden jullie een leuke video? Laat het zeker even weten. Vonden jullie het super ver met schil? Laat het zeker even weten. Of willen jullie liever zien tot ik met het zwaardere wapens ga? Waaronder de... Of met bijvoorbeeld de SMG dan. En de shotgun, ik zeg maar iets... Of in je schild toch wel even. Ik vind het super vet en ik vind het ook wel handig. Want ja, je kunt toch op een vette manier op een verdachte afgaan. Dus mijn game wilde ik niet meer dan dit. Kijk maar, ik kan nu wel rijden. Maar ja, als ik uit beeld rijd. Jammer dan. Dus dat is ook mooi om nu af te sluiten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En dat hebben we nu al 3 keer gezegd. Tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Doei.